Goedemorgen. Terwijl de storm Dudley hier nou overal voorbij gaat en de nodige boompjes omgevallen zijn, is er ook nog iets anders aan de hand. Al een paar dagen is de paddentrek begonnen. Kijk, en je ziet hier achter mij wel de scherm. Daar hebben we geplaatst, want hier steken best veel padden over. En dan hebben wij de scherm geplaatst en om de zoveel meter een emmer in de grond gezet. Als die padden, die lopen dan tegen de scherm. En dan vallen ze in die emmers en dan halen wij ze 's nachts en 's morgens vroeg halen wij ze eruit. Want gisteravond hebben we bijvoorbeeld al 290 padden erover gezet. En de nodige salamanders natuurlijk. Want ja, er komen hier toch autootjes voorbij gereden en dan, ja, die beestjes zijn nog koud en nog langzaam. En dan zitten ze op de weg en dan is het gebeurd als er een auto overheen komt. Maar ik zal wel eens even laten zien wat er allemaal in zijn emmer zit. Kijk, dat zit er nou allemaal in zijn emmer. Kijk, een groene kikker heb ik hier al. Mooi. Prachtig. En kijk, padden. Kijk, en dit is natuurlijk, het is een pad. Kijk, het is het mannetje en het vrouwtje. En het vrouwtje is dan aan het lopen en dan ziet dat mannetje dat en die denkt bij zijn eigen, dat is de mijne. Dus die springt er meteen bovenop en die laat die niet meer los. Dus het vrouwtje kan het mannetje helemaal mee naar de poel nemen. Maar ik help ze straks, ik zet ze vast in. We voelen ze nog koud aan, zeg. Het is toch heel warm geweest vannacht. En hier hebben we een kleine watersalamander. Eens kijken, wat hebben we? Ook. Hier, kijk, een kleine watersalamander. Kunt u ook mooi zien. Kijk, aan de onderkant. Die spikkels op zijn buik. Dit is trouwens een twijfelgeval. Dit kan een vinpoot zijn. Ja, dit is een vinpoot. Nog meer. Dubbeldekkers noem ik het maar. Amplex. Mooi, je houdt die echt goed vast hoor. Kijk, hier kun je het heel goed, hier kun je het heel goed zien. Een kleine watersalamander. Kunnen mooi herkennen en die ronde spikkels op zijn buik. Oranje streepje en dan oranje streepje. Ja jongen, ik laat je los. Kijk, en deze. Kun je heel duidelijk zien met die strepen. En de zijkant op zijn rug. En onder helemaal geen spikkels. Dit is een vinpootsalamander. Een vrouwtje. Ja, dan ben ik weer uit beeld zo. Prachtig. Kijk, dit is ook weer een hele mooie salamander. Dit is de Alpenwatersalamander. Heel goed te herkennen aan dat marmerachtige. En aan die hele mooie, zie je, oranje buik. En dat blauwe met die spikkels er langs, dat gemarmerde. Dit is een vrouwtje. Want het mannetje heeft het midden. En helemaal een gele streep lopen. En soms zit er ook wel iets anders in hier. Een paarse loopkever. Ja, die vallen er ook in. Als de zon erop komt, dan wordt hij echt helemaal paars. Nou, kijk maar eens. Mijn emmer begint al aardig vol te raken. Ik zal hem daar eens om gaan schudden. 3 soorten salamanders. Padden. En verschillende soorten kikkers. En dan komt die rommel uit het bos. Kijk, en dit is het poeletje waar ik ze ga uitzetten. Hierachter loopt ook nog een sloot. Dus dan kunnen ze dadelijk zelf gaan kiezen. Blijf ik hier in die poel of ga ik in die sloot? Kijk, en dit is dus een bruine kikker. En dan denkt van ja, maar zit er ook de groen aan? Nou, die bruine kikkers, die hebben van allerhande kleuren en strepen en stippen en weet ik allemaal nog wat. En je ziet dat het een bruine kikker is aan dat donkerbruine achter zijn oog, die vlek. Die naar de schouder toe loopt, zeg maar. En zo kun je altijd zien dat het een bruine kikker is. Wat voor kleur dat hij ook heeft. Nou, we zullen deze weer vlug los gaan laten. Dit is de groene kikker, of bastardkikker. Maar in ieder geval zie je duidelijk het verschil met de bruine kikker. En hier kunnen we mooi het verschil zien tussen een mannetje en een vrouwtje. Van de Alpenwatersalamander. Zie je, het vrouwtje is veel groter, mannetje kleiner en die gele streep over de rug. Prachtige salamanders. Kijk, hier nog een
kleine watersalamander, heel duidelijk een mannetje met die grote zwarte punten. Dit, als hij dadelijk in het water zit, dan is het een, net een draak. Dan krijgt hij helemaal zijn kam eroverheen, het mannetje. Maar dat is ook om zijn eigen natuurlijk knap te maken voor de vrouwtjes. Zo, nou hebben jullie een idee wat ik s'avonds laat, rond een uur of negen zeg maar zoiets, en s'morgens vroeg al aan het doen ben. Ik heb ze net allemaal een beetje geteld. Ik heb nou weer denk ik een 230 padden. En ontzettend veel salamanders. Ik denk altijd bij elkaar wel een 100. Dus het is vannacht weer goed te keren. En ik verwacht vannacht ook weer dat ze weer trekken. Temperatuur goed, regen. En ja, komt helemaal goed. Nou, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. En die informatie. En we moeten er zuinig op zijn op wat we nog hebben. Dus bent zuinig op onze amfibieën. Want die hebben het echt nodig. Ze hebben het zwaar. Nou, doei!